Within Temptation met hun nieuwste single Entertain You. Yes, en daarvoor hoorde je nog Mandy over haar concert bij Danny Vera. Een heel intiem concert. We gaan even door met andere muziek uit de regio dan. Van Sonic Rip. We hebben Florian al eerder aan de telefoon gehad. En dat ging toen eigenlijk over de band in het algemeen. Nu hebben we hem aan de telefoon voor iets heel anders. Goedenavond, Florian. Goedenavond. Ik ga heel even eerst een stukje laten horen van hoe jullie muziek ongeveer klinkt. Want de luisteraars het al lang weer vergeten. Tenzij ze natuurlijk grote fan zijn. Dit is het hier. Oké, wacht, moet je het wel doen. Internet. We wachten nog steeds. Florian, hoe is het met je? Ja, goed. Supergoed. Hij doet het niet, Florian. Nou, dat maakt niet uit. Dan gaan we zo meteen testen het even opnieuw. Maar goed, jullie zijn iets begonnen. Een crowdfunding namelijk voor jullie band. Florian, jij bent de drummer van Sonic Rip. Wat zijn jullie precies, wat hebben jullie gedaan? We willen heel graag een album opnemen en daar hebben we geld voor nodig. Dus we hebben een crowdfunding opgestart, zodat mensen ons kunnen steunen om het album te maken. Oké, en hoe kan het dat jullie in eerste instantie nooit een fysieke plaat hebben opgenomen dan? Ja, we zijn nu ongeveer een jaar bezig en we hebben wel echt wel wat opgetreden. Alleen we hebben een plaat opnemen kost gewoon ontzettend veel geld. Vooral in de studio waar wij het willen opnemen. Ja. Dat hebben we tot nu toe nog niet echt gehad. Hoeveel kost zoiets dan? Ja, dus voor ons is dat tussen de 10 en 15.000 euro. 10 en 15, en wat heb je dan? Dan kunnen we opnemen en de plaat persen en uitbrengen. En hoeveel platen kun je daarvan persen? Oeh ja, een heleboel. Dat is rond de 500. Oké. En waar verdien je dat dan eigenlijk terug met zo'n plaat? Is een beetje mijn vraag dan. Of ben je dan aan het investeren in je volgende sessie? Ja, het is in eerste instantie een investering, maar we zijn ervan, we weten dat we hier meer van gaan optreden. Natuurlijk is het nu wat lastiger, maar we willen het volgend jaar gaan uitbrengen, begin volgend jaar. En dan, als het allemaal kan weer, kunnen we een release party doen waar iedereen bij kan zijn. Oké. Wat is het streefbedrag? Het streefbedrag is 6.000 euro en we zijn al een heel eind op weg. Nog maar rond de 100 euro, dus alle kleine beetje kunnen helpen. Oké, wat doneren mensen dan zoal? Je kan doneren en dan kan je een donatiepakket kan je aanklikken. Die hebben wij erop gezet. Dan kan je bijvoorbeeld een cd krijgen zodra die uit is gekomen voor 25 euro thuisbezorgd. Of een LP met t-shirt voor 50 euro. Dat is echt heel verschillend. Maar dan is dat de LP die nog uit moet komen dan? Ja. Ah. Als die uit is gekomen, komt die gewoon bij je thuisbezorgd. Het gaat allemaal via de mail, dus dat is heel fijn. Oké. En stel dat jullie het streefbedrag van 6.000 hebben opgehaald en mensen beginnen toch te doneren. Wat gaan jullie dan met de overgebleven geld doen? Ja, dat gaan we dan toch ook nog in het album steken. Want we hebben een begroting gemaakt, maar we kunnen altijd meer investeren. Dus dat is heel fijn. Ah, kijk. Dus er komt straks nog veel grotere plannen voor Sonic Whip. Ja, zeker. Ik heb ondertussen heb ik het fragment erbij kunnen pakken. Het is In Doorn Roosje en het nummer wat we de vorige keer gedraaid hebben is Rain. Ik laat toch even een luisteraar horen wat jullie maken. Doe je Ik moet wel zeggen, ik wil complimenten voor je drumkunst. Je doet het heel, heel mooi. Ja, dankjewel. Oké. Hey, hou je ons op de hoogte van hoe het staat met de crowdfunding? En waar kunnen mensen trouwens doneren? Is ook wel belangrijk. Op voordekunst.nl en dan moet je zoeken op Sonic Whip. En dan kan je het gelijk vinden. Voordekunst.nl en dan zoek je op Sonic Whip. Ja. Oké, helemaal goed. Florian, dankjewel en heel veel succes met het opnemen. En natuurlijk de crowdfunding. Ja, dankjewel. Doei doei. Tot ziens. Doei. Rick, ja. Welke plaat komt er nu? Ja, ik wil niet echt een bruggetje naar maken. Nee, dat precies. Dit is vraag daar van jou. Ik piep je op afstand. Him for the Weekend was created by Miguel Laux en Rick van Elk.